Totale oorlog en vernietiging. Niet bepaald een gezellige titel, maar wel eentje die goed past bij de Tweede Wereldoorlog. Want die vernietiging, dat hadden we al wel gezien in die vorige video, met bijvoorbeeld die slag om Engeland, waarbij die Britse steden werden gebombardeerd. Of denk vooral ook aan die slag om Stalingrad. De dodelijkste veldslag uit de hele geschiedenis. Ja, en die vernietiging, die was dus echt wel typisch ook voor die Tweede Wereldoorlog. En dus ook het feit dat die Tweede Wereldoorlog een totale oorlog was. Een oorlog dus waarbij de hele maatschappij meedeed aan de oorlog. Dus uh, ook al uh, vocht jij niet mee in het leger of woon jij niet in een gebied waar er gevochten werd, toch kreeg jij te maken met die oorlog. De totale maatschappij, de totale bevolking die doet mee. Dat is een totale oorlog. Zo waren de regeringen van de verschillende oorlogvoerende landen heel erg bezig met censuur en propaganda om de bevolking maar te blijven overtuigen van nut van de oorlog. Iedereen moest er wel achter blijven staan. Ja dan werden er soms dus zaken gecensureerd, hè. hoe verschrikkelijk het er aan het front aan toe ging en hoe gevaarlijk het daar eigenlijk was. Ja, dat kwam niet altijd in de krant. En uh, er werd ook heel veel gebruik gemaakt van propaganda, zeg maar, politieke reclame, om de bevolking achter die oorlog te houden. Hè. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld dit soort posters hè. links een Britse poster en rechts een Duitse poster. En allebei laten ze zien waarom er gevochten moet worden. Want anders kan het wel eens verschrikkelijk aflopen voor het land. Die boodschap. Moesten mensen tussen hun oren houden. En daarom werd er dus steeds gebruik gemaakt van propaganda. Ja, en ook de hele economie kwam in dienst te staan van de oorlog. Dat is ook een kenmerk van een totale oorlog. En dat is ook logisch, want er moesten bijvoorbeeld heel veel wapens gemaakt worden. En die soldaten moesten ook allemaal gekleed worden. En er moesten auto's en tanks en dergelijke gemaakt worden. En zaken die minder noodzakelijk waren voor de oorlog, ja, daar werden dan ook wat minder van gemaakt. Alles maar om ervoor te zorgen dat de strijd voortgezet kon worden en dat die gewonnen kon worden. De meest confronterende manier waarmee iedereen toch te maken kreeg met die oorlog was het feit dat uh, ja, er veel mensen stierven, er waren veel slachtoffers. En dat zie je hier op deze uh, kaart zie je dat terugkomen. Uh, je ziet daar uh, vierkantjes staan bij ieder land. Uh, zwarte zijn militaire slachtoffers, doden. En uh, de groene dat zijn de burgerdoden. En ieder blokje staat voor 30.000 mensen. Ja, dan kijk maar eens gewoon en tel maar eens per land hoeveel doden er dan vallen. Het gaat helemaal nergens meer over. Maar hoe kon dat dan? Wat waren daar de redenen voor? Nou ja, ten eerste werden er hele moderne wapens gebruikt. Die werden steeds beter, die werden steeds geavanceerder en die werden dus ook steeds dodelijker. En die werden ook uh, steeds meer waren ze in staat om heel veel uh, slachtoffers en heel veel schade in één keer te maken. Massavernietigingswapens dus. En het beste voorbeeld daarvan zijn natuurlijk die twee atoombommen die de Amerikanen op Hiroshima en Nagasaki in Japan gooiden. Maar ja, er waren veel meer massavernietigingswapens. En hoe meer die gebruikt worden, hoe meer slachtoffers er ook vallen. Ja, en meer dan in andere oorlogen zag je toch ook wel dat de oorlogsvoering echt gericht was op de vernietiging van de tegenstander. He, die, 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 die moest echt afgemaakt, die moest uitgeroeid worden eigenlijk. Dan pas zou je de strijd kunnen winnen. Dus die strijd die was ook gewoon echt nog veel dodelijker dan normaal. En krijgsgevangen soldaten, die werden bijvoorbeeld gevangen gezet, maar heel slecht behandeld, waardoor ze bijvoorbeeld ook weer konden sterven. Ja, dat verklaart samen met natuurlijk die sterke wapens en het feit dat er gewoon heel veel soldaten meevochten. Al die zwarte blokjes op die kaart daar rechtsboven. Maar dat verklaart niet waarom eh, die groene blokjes er ook zoveel zijn, die burgerslachtoffers. Want dat is echt een groot verschil met eh, de Eerste Wereldoorlog, die ook heel erg dodelijk was geweest voor de soldaten. Nu zijn er ook veel meer burgerslachtoffers. Ja, en hoe kan dat dan? Wat zijn daar de redenen voor? Ja, ten eerste dus de bombardementen op steden. Hè. We zagen al bij die slag om Engeland dat uh, de Duitsers Britse steden bombardeerden. Maar hier uh, zien we uh, een, een Duitse stad, hè, dus steden als Dresden zoals we hier zien of, of, of Hamburg. Die werden ook zwaar gebombardeerd door de geallieerden en dat zorgde voor heel veel burgerslachtoffers. En in de door de Duitsers veroverde gebieden vonden grote massamoorden plaats op de bevolking. En er is één groep in het bijzonder die we er dan uit moeten pakken en dat zijn de joden. Hè? Want we hadden al gezien dat nationaal socialisme, dat dat die rassenleer had, dat dat uh, een hekel, een, een haat had zelfs uh, voor, voor, tegen joden. En dat leidde uiteindelijk tot de zogenaamde holocaust. En de holocaust is een ander woord voor de massale moord op joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bijna zes miljoen joden zullen omkomen in die zes jaar oorlog. En ja, een groot gedeelte daarvan stierf in de gaskamers van de vernietigingskampen. En vernietigingskampen, dat waren eh, concentratiekampen die speciaal gebouwd waren om mensen te vernietigen, om ze te vermoorden. En hier zien we kaarten met een heleboel concentratiekampen. Een aantal daarvan, eh, zoals bijvoorbeeld Auschwitz rechtsonder bij Krakau in Polen. Eh, dat was dus echt zo'n speciaal vernietigingskamp. En daar werden grote gaskamers aangelegd waar eh, mensen naartoe werden gevoerd. Eh, ze moesten zich uitkleden. Eh, ze stonden in een, een grote kamer, een grote douchruimte bij elkaar. En in plaats van dat er water uit de douchekop kwam, was dat dodelijk gas. En zo werden dus op een heel... Efficiënte, heel snelle manier werden grote groepen Joden vermoord. Ja, en dat is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. En lange tijd uh, hadden de geallieerden daar niet echt weet van. Maar ja, als dus de Duitsers steeds verder worden teruggedrongen uh, door de Russen en door de Amerikanen. Dan, ja, dan stuiten die op een gegeven moment dus ook op die concentratiekampen en op die vernietigingskampen. En aan het einde van de oorlog worden die kampen dus ontdekt door de geallieerden. En dan komt pas eigenlijk naar buiten. Ja, hoe uh, groot en hoe systematisch die holocaust, die massale moord op de joden was geweest. Ja, en de wereld is echt in shock als ze erachter komen. Uh, veel Duitsers uh, die, die zeggen bijvoorbeeld ook, ik had het niet gewoest. wij hebben er niks van geweten, dit hebben we nooit uh, zo gewild. Maar ja, het feit blijft in ieder geval dat dit echt een, een verschrikkelijk zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid sowieso is. Zes uh, miljoen mensen die op een systematische manier gewoon worden afgemaakt. Dat daar een heel systeem voor wordt opgezet, eigenlijk gewoon vernietigingsfabrieken zou je kunnen zeggen, daar zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor.